En dan is dit mijn ontbijt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Fit Addicts video. Vandaag ga ik je meenemen in alles wat ik eet. Dus ik zou zeggen, laten we lekker naar de keuken gaan en beginnen met het ontbijt. Oké. Heel slim. Ik heb dit keer gewacht tot de waterkoker klaar was voordat ik begon met filmen en praten. Ik heb hier een bagel. Dit is gewoon een sesambagel van de Albert Heijn. En ik heb hier een half avocado. We gaan deze eventjes kort onder de grill doen. En dan gaan we die zometeen besmeren met de avocado. Ik heb iets heel handigs ontdekt met de avocado. Je kunt gewoon hierin knijpen en dan komt alles eruit. Het is echt de meest easy manier om alles uit het schilletje te halen. Ik heb trouwens ook nog een klein tomaatje, dus die kan ik er ook wel door doen. Oké, dan gaan we kruiden toevoegen. Cayenne, zout, peper, dat is altijd mijn basis. Ik heb een beetje wakker. En wat Italiaanse kruiden. Oké. De bagel is klaar. En die gaan we nu beleggen. En dan is dit mijn ontbijt. En ik maak hier natuurlijk nog een kopje thee bij, zodat het gewoon lekker warm iets voor op de ochtend. Because thee is het leven. En ik ga vandaag voor gewone groene thee. Good morning. Ik zit op een andere plek nu, want mijn vriend heeft hier dus zijn werkplek gemaakt. En we hebben de ronde tafel verschoven. Dus vandaar dat ik nu hier zit, want anders dan moet ik aan mijn bureau gaan zitten. En anders dan, ik weet niet, ik raak het snel afgeleid daar, omdat mijn computer daar staat en zo, weet je wel. En dan ga ik ondertussen dingen doen. En ik probeer eigenlijk een beetje af te stappen van mobiel gebruik 's ochtends. Dus ik heb nu vanochtend alleen nog maar mijn wekker uitgezet en muziekje aangezet. En voor de rest geen social media, geen e-mail, want ik weet het alweer. Ik kijk er gewoon te veel op en ik wil er gewoon een beetje vanaf. In ieder geval in de ochtend. Zo min mogelijk prikkels, gewoon rustig genieten van mijn ontbijt, van het eten. Ja, rustig beginnen. Cheers! Het is lunchtijd en ik ga deze noedels eten. Cupnoedels. Dit keer heb ik een cup gekocht en niet gewoon zo'n los pakketje. Want dat ging de vorige keer helemaal mis. Dus dit is wat makkelijker. Wat is dit? Noedels. Ik wist niet wat ik voor lunch wou doen. Dus ik dacht, nou doe maar noedels. Lekker makkelijk. Heet water erop. En dan laat je hem zo staan. En dan is hij zo meteen goed. Snack. En ik ga voor een goed bezig reep van bolletje, een rood fruit. Ik ben benieuwd. Oké, first bite. Dit is dus het Thaise curry. En ik heb natuurlijk al wat curry's gehad in mijn leven. Dus ik weet wel een beetje hoe het hoort te smaken. Het is natuurlijk wel een beetje anders. Maar de geur voorspelt veel goeds. Ik ben vaak niet heel fan van rode curry. Groene curry is meer mijn ding, zeg maar. Maar we gaan het proberen. Hier zitten ook een soort kipballetjes zitten erin. Dus ik ga even een stukje afhalen. Laten we beginnen met de kip. My favorite part.
Smaakt in ieder geval beter dan de rode curry's die ik ooit heb gemaakt. Die vond ik niet lekker. En even een kleine disclaimer. Ik heb dit gekregen van Oh My Guts. Om gewoon een keer te proberen. Dit is dus niet betaald, niet gesponsord. Ik krijg geen geld voor om dit zo te zeggen. Ik krijg gewoon maaltijden en daar mag ik wat mee. Hoef ik niks mee. Allemaal heel vrij. Maar ik kies er nu voor om wat te delen met jullie. Omdat ik denk, nou ja, weet je, als jullie ook dit soort maaltijden willen proberen. Hebben jullie mijn eerlijke feedback daarover. Ik zal deze maaltijd zeker aanraden. Was erg lekker. Nou, was erg lekker. Hij is lekker. Ik ga hem nu eten. De dumplings vond ik wat minder. Omdat ik natuurlijk zelf vaak ook heel veel dumplings heb gemaakt. En potstickers en dat soort dingen. Recept daarvoor staat ook op mijn YouTube kanaal. En de veggie pad thai, daar had ik gewoon wat anders van verwacht. Ik dacht dat dat met een soort satésausachtig iets kwam. Maar de dressing erover was heel zuur. Iets te zuur voor mijn liking. En ja, dat. Oh, het ziet er lekker uit. Kijk, mijn vriend heeft hamburgers gemaakt. Oh my god, lekker. Ik neem zo meteen een hapje daarvan, dat snap je. Maar goed, ik ga lekker genieten van het avondeten. Ik eet dus ook nog een stukje van die burger die mijn vriend heeft gemaakt. Dat is heel lekker om dat nu bij dat kraamgat mee te bakken. Misschien een kastje staan. En dat op te rollen met de groenten tot een soort burrito's. En dan nog even kort... Zoals je wel kunt zien neem ik nu alleen nog even wat thee. En heb ik net de burger ook nog helemaal opgegeten. Ik had gewoon trek, dus ik dacht, nou ja, weet je, waarom niet? En mijn vriend die zat vol, dus dan dacht ik, nou beter dan weggooien. Natuurlijk lekker opeten. Ik offer me wel weer op. Ja, ja. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het vond, kan je me dat laten weten door het duimpje omhoog te klikken. Te subscriben op mijn channel. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe vertelling video. Doei doei!